De infrastructuur van Telesuur is de afgelopen maanden herhaaldelijk doelwit geweest van inbrekers, dieven en vandalen. De schade loopt in de duizenden US dollars. Het wegnemen van noodstroom, apparatuur, kabels en andere netwerkdelen heeft onderbrekingen in de telecommunicatiediensten tot gevolg. Die onderbrekingen veroorzaken ongerief bij de totale samenleving en in het bijzonder bij Telesuur klanten. De beveiliging van de openbare telecommunicatie-infrastructuur is inmiddels opgevoerd. Telesuur herinnert eraan dat de telecommunicatie-infrastructuur gemeenschapsbezit is en roept de samenleving op verantwoord en zuinig ermee om te gaan. In geval van vermoedelijke diefstal, inbraak of vandalisme wordt de burgerij gevraagd dat aan de politie te melden.